Hallo, ik ben Christophe. Ik werk nu sinds 8 maanden bij Treinwereld, eigenlijk sinds de opening van het museum. En mijn functie hier is suppost. We staan hier naast mijn favoriete stuk van het museum, namelijk de Pays de Waas, of de Land van Waas in het Nederlands. En waarom is dit mijn favoriete stuk? Wel, eigenlijk, hij symboliseert voor mij de industriële revolutie. Mensen waren gewoon aan paard en kar of gewoon te voet. En plotseling moest alles vlugger beginnen gaan. En Gustaaf de Ridder heeft deze trein ontworpen. Hij behoort trouwens tot de 5 oudste stoomlocomotieven ter wereld. Mensen waren onder de indruk, ook omwille van zijn snelheid. Want toen, in die tijd, behaalde hij zelfs 60 km per uur, wat toch heel veel was in die tijd. Hij heeft meer dan 55 jaar in het oude spoorwegstation te Brussel-Noord gestaan. Ze hebben de overkapping op perron 1 moeten weghalen om hem eigenlijk tot hier te kunnen krijgen, zodat iedereen hem kan bewonderen. De Pays de Waas verwijst naar het Waasland. En waarom? Omdat deze locomotief een vast traject afleidt tussen Antwerpen en Gent. Kijk maar eens, daar stond de machinist voor de kolenbak in weer en wind. In die tijd bestond nog geen machinistengut. Het zou fantastisch geweest zijn om eens 170 jaar te kunnen terugkeren in de tijd en eens een dagje met de machinist doorheen de Vlaamse velden te mogen rijden. Ik ben Piet Jonkers, directeur van Treinwereld. En mijn persoonlijk topstuk staat hier achter mij. Dat is de type 12, een groen monster met heel mooi modern design. En de eerste keer toen de collega's mij vertelden dat die van 1939 is, of was, het geboortejaar van mijn vader trouwens, dacht ik van, de collega's houden mij voor het gek. Die houden mij aan het lijntje. Maar het is inderdaad de laatste stoomtrein geproduceerd in België in dat fameuze jaar 1939. En ook de laatste. En samen met 6 andere stuks vormde hij de beroemde lijn, de type 12. En er is er nog eentje bewaard. Wij hebben hem gelukkig hier. En eigenlijk dankzij de ongehoorzaamheid van een aantal spoorwegmensen. Want het was uiteindelijk de bedoeling in 1962 om alle 6 stuks te verschroten. En dat is gelukkig genoeg niet gebeurd. En vandaar kunnen we er nog altijd naar kijken. En eigenlijk doet hij mij nog het meeste denken aan een van die hypersonische moderne kogeltreinen die je ook meer en meer in Japan ziet en ook tegenwoordig in China. Alleen met die belangrijke nuance dat het om een stoomtrein gaat. De snelste die ooit op Belgisch grondgebied heeft rondgereden. Echt een prachtstuk.